Oh, ik moet juist zo. Ik dacht juist dat ik hem moest missen. Woe! Super Mario Maker. Er is een nieuwe update. Ja, dat is een beetje de planning voor de video. Smash even op die like als je de nieuwe Super Mario Maker update super awesome vindt. Linksonder zie je superwerelden. En iedereen kan dus een wereld maken. Kijk, ik kan het wel even heel snel laten zien. Je kan plateaus plaatsen. Hier kan je levels op neerzetten als ik even zo doe. Kijk, en dan kan je dus hier levels op zetten. En dan kan je al je levels kan je gewoon kiezen. Wat ik best wel erg vet vind. Het is alleen Super Mario World stijl. Maar ik vind best wel vet. Je kan ook, als je zo hier iets plaatst, en dat doe ik even zo. Kijk, je kan het icoontje kan je ook veranderen. Je kan dus ook stijlen. En je kan ook je levens veranderen. En je kan dus ook meerdere werelden. Dus er kunnen andere mensen... Je kan gewoon je eigen Mario game maken, wat best wel vet is. Kijk, dan heb je hier gewoon woestijn. Ik denk dat we eerst gewoon eventjes hier een beetje gaan kijken. Ik heb al een beetje wat dingen gespeeld, maar ik wil eventjes een nieuw... Van een level met nieuwe items spelen. Kijk, hier, boomerangs weer. Oh ja, Super Mario 3D wereld heeft superveel nieuwe power-ups. Waaronder een Bullet Bill kostuum, een Goomba kostuum. En dus een boomerang. Oh, tu. Ja, kijk, we hebben boomerang. Oh, wat vet. Ik wist niet eens dat hij door clear pipes. Oh ja, en on-off blocks zijn nu ook in de... Super Mario 3D World style. Oh, wat vet. Wat moet ik doen? Oh, dat is een beneden vorm. Woe! Wow! Dat is best wel satisfying. Dat is best wel satisfying. Ik hou echt van deze muziek. Oké, hier kunnen we nieuwe boomerangs. Die sound effect. Hier. Oh, hij is dood. Oh, en dan kunnen we zo... Bam! Woe! En is de vorm kapot. Wat vet. Oh. Oh. Oh, kijk. Dit is leuk. Dit is timing. Oh, dat is zo vet dat ze door clear pipes in kunnen gaan. Nu vind ik de 3D World wat meer waard om te spelen. Ik vond de 3D World nooit echt zo heel leuk. Yes, en nu kunnen we... Oh, nee, nee. We moeten er zeker niet achterna gaan. Oh. Yes, ik heb hem. Oké, wat nu? Oh, ik vind de muziekje zo leuk. Kijk, dit is best wel een leuke manier van de boomerang gebruiken. Kijk, mensen hebben nog niet hele uitgebreide levels gemaakt. Met hele sikke mechanics. Want ja, mensen moeten nog een beetje experimenteren wat het wel kan en wat het niet kan. Oh, we moeten de paarse. Woe, lekker bezig. Dit is best wel leuk. Oké, we gaan door de warbox. Oh, huh? Dit duurt dan wel weer even. Wat is dit dan? Oh, dat kon je... Oh, en dan woep. Oh, wat vet. En dan shoem. Oh, dat is zo satisfying. Hebben we de key door? Nee. Ik vind het zo sick dat er on- en off-blocks gewoon in dingen zitten. Oh. Oh, dat is best wel vet. Hoppa, door de key door. Ik vind het zo cool. Oh, ik moet juist zo. Ik dacht juist dat ik hem moest missen. Woe! Bam! Sick hoor. Oké, hier moeten we wall jumpen. Oh, we moeten gewoon zo. Ja, dat kan. Oh, wat vet! En dan moeten we één gooien om de key. Yo, wat een vette manier om het te gebruiken. Hij verzint al best wel vette dingen. En de update is een paar dagen uit. Nou, een paar dagen. Ik weet niet hoe lang het geleden is. First try! Boss. Woe! Ik heb hem! Holy shit! Oh! Game. Clear. Leuk. Hé, hey, ik wil wel eventjes... Maar hoe werkt dit? Oh, maar ik wil de secret. Huilen. Ik weet niet hoe ik de secret moet krijgen. Oh! Oh! En wow, dat is vet! Oké, hé, wat een cool leveltje. Wat is dit? Oh, een Uno Mas level. Dit gaat niet goed komen. Ik, is dit de tornado? Oh, nee. Dit zie ik in elk level. Ik weet niet of dit echt normaal is. Ik ga erop staan. Zo, holy shit. Wow. Wat, je wordt gewoon naar achter geduwd. Maar kan ik ook naar voren? Woe.
Holy shit. Dit is echt gewoon letterlijk een tornado. Oh, dat was hem. Dat was weer heel kort, maar ik voel het echt leuk. Je kan gewoon een tornado maken in Super Mario Maker. Wie had dat ooit gedacht? Wat een broken game. Hier, Super Mario Bros. 2. Wereld 1, level 1 remastered. En ik vond die boss battle zo eng. Ik vond heel de game eng. Ik vond de muziek eng. Hier zo. Ja, dan legt hij uit hoe je moet oppakken. Dus kijk, in deze gamestyle kan je oppakken. En dan kan je shit gooien. Je kan dus ook gewoon op Bullet Bill staan. En nou ja, dat is best wel leuk. Voor mensen die Super Mario Bros. 2 hebben gespeeld, dit is echt gewoon exact het begin. En dan zijn dit volgens mij Shy Guys. Maar dat weet ik niet zeker. Kijk mijn skilled gameplay. Oh, kijk, dit zijn die knollen. Ja, wat vet. Oh, ik heb een andere knol kapot gemaakt. Woe. Lekker bezig. Ik hoef die niet. Oh ja, die pauwblok. Hoop. En bam! Ja. Hier, we pakken even een knol voor zo meteen. Oeh, nee. Ja, en toen had ik geen mushroom. Ik skip het level. Wow. Ja. Ik sprong per ongeluk te ver door. Ja, hé, nu kan ik de pauw niet oppakken. Maar kan wel zo. Jeez. Nu kan het wel weer. Wat is deze deur? Oh, dit was die bonus stage. Of wat het ook was. Ja, met die vine. Volgens mij wist ik echt nooit hoe ik dit moest doen. Ik ben alleen aan het groeven. Huh, wat is dit dan? Oké, dat kan ik me niet herinneren. Dit ook niet. Geheugenverlies. Brum, 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 brum. Yes, ik heb een nieuw paddelstoel. Oeh, jemig. Oh, dit kan ik me zeker wel herinneren. Volgens mij is het niet de bedoeling dat je op deze kan staan. Ja, maar wat waren het nou in een normale game? Oh, dit is Birdo! Was het Birdo? Ja, die schiet van die pellets. Die moet je oppakken. Ik vond dit zo eng. Hoppa, easy. Woo, get owned! Nice. Yay, dat was hem. Hé, dat was best wel sick. Volgens mij zag ik ook op zijn account... Hé, maar ik ben wel beloond met mega veel munten. Maar niet met een top flagpole. Ik stel voor dat we nu met de troll level gaan beginnen. Ik heb er 2 en ik denk dat we maar eentje kunnen spelen. A Happy New Year of Trolls. Deze is best wel goed. Hij heeft er ook nog één. Dit is volgens mij 2% clear rate. Daar staat de code linksboven. Oké, alleen... Ik heb alleen deze eerste kamer. En ik was vergeten dat als je wacht dat er munchers komen. Oh mijn god, dit is niet eens iets. Ik ben echt getrold. Ik ben nu al getrold. Oké. Het is ook een blue platform. Waarschijnlijk gaat hij naar beneden. Hij ging niet naar beneden. Oh jemig, ik schrok me dood. Gaan we naar links voor de on en off switch. Als ik het goed onthouden heb, is dat de bovenkant van een semi-solid. Maar dat weet ik niet zeker. Want ik heb wel eens levels gemaakt met het nachtthema van de forest. Dus ik stel voor... Woe! Hi. Hey. Oh mijn god, nee, daar zat een pijp. Hier, yes. Nee, oh. Kijk, die rode pijp, dat is die rode pijp van net. Die groene pijp rechtsonder, daar kom ik nu net uit. Oh mijn god, aan het begin zit daar een pijp. Wat een rip, wat een rip. Hier. Oh mijn god. Oh, ik ga wachten. Get owned, get owned. Je bent outsmarted. Hij wilde dat ik naar boven ging springen. Nee, serieus? We moeten wel naar boven, maar wat... Oh, kijk, ja, dat verklaart me. Oh, mijn god. Oké, ik wil zeggen, ik wist het, maar ik wist het semi. Oké. Boom, maar goed dat ik niet was blijven staan. Oh, die kan je hitten. Oké. Checkpoint. Nee, oh mijn god. Oh, ik dacht al, ik schrok echt, maar dat was een semi-solid. Oké, yes, we hebben een checkpoint. Checkpoint. We hebben een linkszwaard en een linkszwaard. Het is al logisch. Oh, ja. Oh, wat? Oké, dat is niet wat ik had verwacht. Oké, mag ik dood? Ja, bedankt. Het was ook echt expres een slow pipe. De blauwe is een slow. Oké, dus we gaan hier doorheen en we lopen naar rechts en we wachten, zodat hij kan spawnen. Ja, oké, ik weet niet hoe Link per se werkt. Ik weet wel hoe je
boog kan schieten. Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar ik weet niet hoe je een bom schiet. Hoe schiet je een bom? Oh! Als ik op die key schiet, gaat de platform naar beneden, dus ik spring naar boven. Je lult! Die timing! Oh, ik wil dit niet. Oh no, nee. Nee. Oh, nee! Nee! Ouwe! Hij raakt me constant net niet! Dit is de derde. Nee! Kom op, deze hit me toch wel. Wees een aardige changeomp. Nee. Oh mijn god! Die changeomp killde me niet eens. Er kwam zo'n vuurstreep en die killde me uiteindelijk. Oh mijn god, echt mooi. Oké, we zijn er langs. Maar die key hebben we toch voor niks nodig? Nou, ik blijf het maar doen. Ja, we kunnen doorlopen, we kunnen naar boven. Het lijkt erop dat er niks is. Alleen een zaag en een muntje en een indicator voor een hidden block. Dus ik stel voor dat we hierheen gaan. Oh, wat de? Huh, waar kwam die? Oh, dat kwam door dat munt. Oh, ik denk dat een thwomp een pauwblok had geactiveerd. En dat je het muntje viel op een musicblok die hierachter zit. Oh, we kunnen ook gewoon terug. Oh mijn god, we konden ook gewoon terug. Nou ja, anders hadden we onszelf hier moeten vermoorden. Oh, ik moet wel doorlopen. Oh! Oeh! Ik dodge trolls als ik daar bleef om die hidden blok te activeren. Nou, trouwens, ik weet het niet. Het kan zijn dat ik nog steeds gewoon ben getrold. Oh, ik denk dat we over moeten springen. Yes. Wat we hier hebben is een drybone shell. Waar we in kunnen zitten, we kunnen de onwall switch raken en Lusu gaan. Of we kunnen de question mark blok. En ik ga voor de question mark blok. Waarom zou het de onwall switch zijn? Het is altijd een weerde. No. Hoe kan dit? Hoe kan ik hier worden... Hoe word ik hier vastgezet? Hey bro. Ja, rip, rip. Oké, we moesten voor de on en off switch. Oké, we gaan voor de on en off switch. Go. Ho. Yes. Oké. Waarom heb ik hem weggedaan? Ik heb hem nodig, hè? Ik val hier gewoon in de poison gedoe. Oh. Checkpoint. Wil ik in de pijp of in de deur? CP1. Ik ben wel in voor CP1. Huh? Oh, daar kan ik niet in. Nah, ik wou naar CP1. Ik wou naar checkpoint 1. Oké, we moeten door de deur. Oh. Oh, ik heb een troll geavoid. Er ging dus een mushroom. Die ging achter die donut. Dus als ik daarop af was gerend, had ik die mushroom van hier links niet kunnen pakken. Want die viel al gewoon weer in de poison water. Dus weer een troll geavoid. Wat doe ik er toch lekker vandaag. Waarom ziet dat... Oké, dat blok ziet er een beetje weird uit. Oh. Oh, nee, oh mijn god, het was een donutblok. Oh, blok. Het was een donutblok. Oh, dit vertrouwt niet. Oh, jemig. Oh, oh! Nee! Nee! Nee, nu moet ik CP1. Nee, je lult. Oh, oh, oh. Hey, ik ben geprankt. Hij wou me terugbrengen naar checkpoint 1, maar de pijp was geblokkeerd. Oh mijn god, oh! Oh, dat waren die dingen. Ik schrok gewoon van muntjes. Ik schrok van muntjes. Oké, gewoon doorrennen. Er komen changeoms. Oké, nee. Rot op. Ik wil niet in dat blok. Jemig, ik schrok. Ja, ik dacht zo van... wat gebeurt hier nou? Er zit een fire flower met allemaal muntjes. Ik hoef de shinies niet. Oh nee, oh mijn god. Ik doe het bijna gewoon fout. Nee, gewoon doorrennen, anders komen de changeoms. Door de deur. En naar boven en weg. Oh, jemig. Oh, de stun. Oh, jemig. Oh, ik schrok me dood van die bal. En er is ook een mol. Hallo. Waar kom jij in hemelsnaam vandaan? Wil ik de fireflower? Nee, oh mijn god, je lult. Wat is dat geluidseffect? En dan zie je nu zeker, heb je wel de fireflower nodig. Oh jemig, ik schrok. Oeh, we got him.